dat allemaal. Vrede op aarde, eind aan geweld. De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hen vertelt. Want kijk, daar aan de hemel, tussen al die sterren in, staat een wijs een heel bijzondere, waar van te bewonderen, wijst dan op een nieuw begin. Je bent maar helemaal in de crisis hier op school. Ja, dat klopt, ja, want wij hebben een kersttentoonstelling en wij advent. Ik ben katholiek. En ja. En wat er meer? Dat weet ik net. Oké. Okay. Weet ik net alles. Maar toen hier wat betocht? Ja, wij zien op zitten op school lichtpuntjes of zo. En toen zag ik dus de series Request en toen vroeg ik aan Mr. George dat. Wat wij een actie mochten doen en dat mocht toch. Toen hebben we binnen met de minimum begonnen. Aan het controleren. Is dat een belangrijke maat? Ja, want als we niet goed verpakt zijn, dan kunnen ze bedorven zijn. En dat moeten we niet hebben. Nee. En hoe wist je dan bijkomen om jassen te verkopen? Ja, mijn vader doet het werk ook altijd. Mijn nichtje, haar vader ook. Die werkt bij hetzelfde bedrijf. Oké. Dus dat zit in de familie? Ja. Weet ik. Dankjewel, Benny. Ja, heel fijn. Wij doen nog wat. Zet die juf en dan de jasjes op die. Ja. Ja. Ja, nou ja. Lekker, hè? Goeie. Goeie. Wat ben je man? Ja, praten. Ja. En waar heen je me door? Nou, dat we de griepspuit net kregen hier, via het werk. Och. Ja. Ja. Ja, daar heen waait dus even over. En hoe zie je hem dat nou, hè? Nou, dan krijg je van tien maar net heen, wel? Nee. Dan de griep maar. Ja? Ja, dat zou wel moeten dan. Maar dan is een maatje nou ik zorgen dat je nou straks de griep krijgt? Nee. Dat valt voor mij. Het gaat meer omdat we bij oudere mensen werken. Zie je dat die de griep net krijgen. He, daar is het, ja. Ja, daar bovenaan. Ja. Maar wat, je werkt dus in de zorg? Nou, in bij Alpha Hulp. Ja. Wat is dat? Nou, werk ze een paar dagen in de week bij oudere mensen dus. Huishoudelijk werk. Oh, oké. Okay. Ja. Via de Friese Wouden. Ja. Ja. Dus de Friese wonen met degene die hem net een prik, jongen. Nog hem erop. Hou op. Goeie. Ga hier weg blijven. Nou, hoor je. We zouden het heel leuk vinden als deze katten met de kerst gewoon lekker bij iemand in huis zitten. Hun eigen plekje hebben en daar het nieuwe jaar heel goed kunnen starten in hun eigen huis. Oh.
De meeste katten zijn gevonden, worden door mensen hier gebracht. Dat ze bijvoorbeeld al weken in een straat lopen en steeds magerder worden. Dus die komen hierheen. En dan hopen we altijd dat de eigenaar ze nog komt ophalen. Maar helaas, voor de meeste katten gebeurt dat niet. The mood is right. The spirit's up. We're here tonight. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on. The feeling's here. That only comes this time of year. Want dat de kat hier nog binnen bij de Christ. Hoe zit die Christ er hier voor hun uit? Ja, dan is voor hun de kerst eigenlijk zoals elke andere dag. Ja, dat is... Ja, we kunnen niet zoveel speciaals doen. Omdat mensen vieren ook de kerst. Dus we hebben minder mensen die hier werken. Ja, die hebben ook natuurlijk gewoon vrij. Dus ja, ze hebben weinig aandacht met de kerst hier, helaas. Daarom vragen we heel veel mensen, kom alsjeblieft bij onze kat halen. Ja, we hebben ontzettend veel hele leuke katten nu. Echt knuffelkatten, schootkatten, nog een paar jonger katten. Ik denk voor ieder wat wils.